Luc Verbeij heeft begin juli deelgenomen aan de Universiade, de Olympische Spelen voor studenten. Het ging in Belgrado erg goed met de 22-jarige Alfenaar die uitkwam in de gewichtsklasse boven 100 kilogram. De eerste wedstrijd heel afwachtend tegen een kleine Griek. Moest ik heel afwachten en kon ik eindelijk toch scoren. De tweede en derde ronde dat ging boven verwachting goed. Ging heel snel, kon ik voortijdig op zijn rug gooien. De halve finale ging ook heel snel. En ja, dus ik ben heel snel in de voorronde en de halve finale heel snel erin gegaan. Dus heel snel mensen op rug gooien, het ging heel snel. En alleen de finale moest dan gedaan worden. Dat duurde wat langer tegen een Japanner. Ik wist wat hij deed, dus dat, ik kon zijn specialiteiten gewoon weerhouden, waardoor ik zelf kon scoren. Deze gouden medaille is voor Verbeij een bekroning op een mooi seizoen. Hij won goud op het Nederlands kampioenschap en behaalde meerdere finale plaatsen bij internationale wedstrijden, met als hoogtepunt de winst op de Universiade. Verbeij was niet zenuwachtig voor deze belangrijke finale. Nee, in dit geval niet. In andere finales was wel een beetje een soort spanning, maar nu ging het echt gewoon, ja, ik was goed ontspannen. Gewoon heel ontspannen was ik gewoon, dus dat ging heel goed. Het ging gewoon zoals het hoorde, het is gewoon een bepaald gevoel. Ondanks zijn goede seizoen mag Luc Verbeij eind augustus niet deelnemen aan het WK in Rotterdam. Hij moet genoegen nemen met een plaats als de eerste reserve achter Grim Vuisters. Ja, voor Grim, die mocht EK draaien aan de hand van vooral wat hij vorig seizoen heeft gepresteerd. Heel goed gepresteerd heeft toen en op de EK is hij tweede geworden en dan is het dusdanig een goede prestatie, waardoor hij gelijk weer naar de WK, zeg maar. En ik heb na de EK ook een paar wedstrijden gedraaid, maar ik heb niet uitzonderlijk goed gepresteerd dat ik daarvoor in aanmerking kwam. Dus hij is gewoon beter op dit moment, mis ook qua resultaten, zeg maar. In de klasse tot 66 kilogram mag Arashi judoka Aziz Mezahoudi wel deelnemen aan het WK. Hij dwong kwalificatie af dankzij een aantal goede resultaten in de afgelopen maanden. Mezahoudi zal in Rotterdam zijn debuut gaan maken op een wereldkampioenschap en hij acht zichzelf niet kansloos. Kansen heb je altijd. Het ligt bij voorbereiding. Je moet heel blijven. Dat is het belangrijkste. En verder kan daar echt alles gebeuren op zo'n WK. En met een beetje goede loting kan je inderdaad een heel eind komen. Dan kan je gewoon een prijs pakken, ja, absoluut. Ja. Heb je een doelstelling? Die doelstelling is er absoluut. Anders hoef ik niet te trainen. Zowel Aziz Mezahoudi als Luc Verbeij hopen in 2012 mee te mogen doen aan de Olympische Spelen van Londen. En als ze zich net zo blijven ontwikkelen als nu, maken ze een goede kans om deel te mogen nemen. Judo blijft judo, hè. Dat is, als ze zo door blijven groeien, gaat dat zeker lukken. Mezahoudi en Verbeij kunnen vanaf 2011 punten verzamelen om kwalificatie af te dwingen voor Londen.